Ja, vandaag kom ik uit Leusden. Achter jullie mij zien jullie Theater De Tuin. En eigenlijk kom ik met best wel een heftig bericht. Want dit theater is door corona genoodzaakt om haar deuren te sluiten tot 1 januari. Ja, dat horen jullie echt goed. Tot 1 januari. Dus de rest van het jaar is dit theater gesloten. Ondanks de versoepeling van de maatregelen. Ja, gaat het toch niet lukken om een doorstart te maken, om met aangepaste maatregelen het theater open te doen. Nou kijk, wij doen dit allemaal als vrijwilliger met onze boodschap en missie. Dat wij theater willen laten zien aan de inwoners van Leusden en omstreken. En ja, dat is het voor velen een invulling van hun dagtaak. En voor de vrijwilligers. En daar kunnen we nu niet aan voldoen. Dus dat is, ja, dat is gewoon triest. Ook als je hier, ik kom net nog weer mensen tegen op het winkelcentrum, vrijwilligers. En die, ja, die zijn allemaal natuurlijk teleurgesteld. En jammer dat het zo is. Wel begrip. Maar ja, het is even niet anders. Ja, nou, een enorme impact heeft het dus. Hoe zie je de toekomst? Nou, wij hebben als, elk nadeel heeft zijn voordeel, heeft iemand wel eens gezegd. Wij hebben alleen maar vrijwilligers, dus wij hebben geen doorlopende loonkosten. Het pand huren we van de gemeente, dan krijgen we als subsidie weer terug. Dus financieel staat de toekomst van het theater niet ter discussie. Dus dat is wel een groot voordeel. Maar ja, wij willen gewoon weer aan de bak, wij willen weer theater maken. Hoe willen we dat, hè? Theater laten zien. En wij hopen dat dus wel weer binnen afzienbare tijd wel weer kan. En ja, die afzienbare tijd, dat zal dan 1 januari zou dat moeten worden. En nu maar hopen dat er een vaccin komt. En dan zouden we 1 januari weer van start kunnen. Nou, laten we op het beste hopen. Ja, laten we dat inderdaad dat we weer kunnen doen wat we leuk vinden.